Het gebeurde op 12 december. We waren aan het rekenen en ik was al klaar. Dat de meeste zei, echt de pen en wanneer. Wij mogen het kerstspel spelen dit jaar. Toen ging hij de rollen verdelen. Als eerste koos hij Marjolein. En toen zij Maria mocht spelen, hoopte ik dat ik Jozef mocht zijn. Maar natuurlijk werd Peter weer Jozef. En Ruben en Kees en Martijn, die werden als derde gekozen. Die mochten de koningen zijn. Toen dacht ik, dan maar een herder. Dan sta ik wel wat achteraan. Maar dan schuif ik naar voren steeds verder. Tot ik naast Marjolein kom te staan. Ook herder mocht ik niet spelen. En Paul en Yvonne, die werden de os. De rol die ik kreeg, moest ik delen. Ik moest ezel zijn. In mijn eentje speel ik geen ezel. Riep ik maar toen zei Marjolein. Laat een ander Maria maar wezen. Ik wil samen met hem de ezel wel zijn. Pas langzaam drong het tot me door. En de hele klas zong in koor. Hij mag dit jaar de ezel zijn. Namens team van Café de Derde Kamer wensen wij iedereen fijne kerstdagen. En de beste wensen voor 2024. Oh.